In deze video gaan we je alles uitleggen over de app. In deze video gebruiken we de Fleent Smart Lock Advanced als voorbeeld. Ga naar de Google Play Store of App Store en download de TT Lock app. Als je dit gedaan hebt, kun je de app openen en een account aanmaken op de app. Eenmaal ingelogd, druk dan aan de linkerkant op het plusje met Voeg deurslot toe, dan druk je op All Locks bovenin het scherm. Daarna zie je het slot in beeld komen. Als je het slot aanklikt, is het slot toegevoegd. Dit zal je ook horen door geluid uit het slot met de woorden Bluetooth connected. Als je ook een gateway hebt aangeschaft, kun je onder het Voeg deurslot toe op Gateway klikken aan de linkerkant van het scherm. Druk op het plusje en dan op G2 Wi-Fi. Klik dan op de gevonden gateway en voer het juiste Wi-Fi wachtwoord in. Geef tot slot de gateway een naam. Nu je verbonden bent met het slot, wil je natuurlijk weten wat de opties zijn in de app. Daar gaan we in deze video stap voor stap bij langs. Allereerst het slot in het midden van het scherm. Door te klikken op dit icoontje ontgrendel je het slot. Ten tweede de e-keys. Met een e-key kun je toegang geven tot de app op andere toestellen. Zo kun je met meerdere toestellen hetzelfde slot bedienen. Dit doe je door op e-keys te drukken, dan op stuur. Bij een getimede code kun je een starttijd en eindtijd kiezen. Vul vervolgens het telefoonnummer of mailadres van de persoon in kwestie in. Deze zal een sms of e-mail ontvangen met een wachtwoord voor een account die verbonden is met het slot. Een permanente e-key werkt altijd en zal pas na loskoppelen of resetten van het slot niet meer werken. Ook is het mogelijk om een eenmalige e-key te sturen. Deze zal dus maar één keer gebruikt kunnen worden. Een herhaaldelijke e-key is ook mogelijk. Hier kun je zelf instellen hoe vaak deze e-key gebruikt kan worden. Bij onze sloten is het mogelijk om tot 300 toegangscodes toe te voegen. Doe dit door op toegangscode te drukken en dan op wachtwoord genereren. Ook hier zijn weer de opties. Permanent, getimede, eenmalige, aangepaste of herhaaldelijke code. Een permanente code werkt altijd en zal gegenereerd worden door de app. Deze geef je een naam en druk dan op genereren. De code kun je later zelf nog wijzigen. Een getimede code is een code die werkt met een starttijd en eindtijd. Deze tijd is zelf in te stellen in de app. Vul een naam in en druk dan op genereer. Let op! Zorg dat je de code op zijn minst één keer gebruikt binnen 24 uur na het aanmaken. Anders vervalt de code en zal deze niet werken. Een eenmalige code zal maar één keer werken. Vul de naam in en genereer de code. Let op! Zorg dat je de eenmalige code binnen 6 uur gebruikt, anders is hij vervallen. Bij een aangepaste code kun je zelf de naam en code invullen. Hier kun je ook kiezen voor permanent of getimed. Een herhaaldelijke code kan aangemaakt worden in een cyclus. Hier kun je instellen op welke dag en welke uren de code werkt. Denk aan bijvoorbeeld een code die alleen op werkdagen werkt van 9 tot 5. Ook is het mogelijk via de app Cards toe te voegen. Druk op Cards en klik dan onderin het scherm op Voeg Card toe. Hier kun je weer kiezen voor de opties voor permanent, getimed of herhaaldelijk. Vul een naam in en klik op volgende. Het slot zal dan zeggen, please swipe your card. Houd het pasje voor de smart lock en bij succes zal het slot input succesvol zeggen. Met deze optie voeg je je Fleent pasjes en bandjes gemakkelijk toe. Om een vingerafdruk toe te voegen, klik je op vingerafdrukken en dan onder in het scherm op Voeg vingerafdruk toe. Hier kun je weer kiezen voor de opties permanent, getimed of herhaaldelijk. Vul een naam in en klik op volgende. Het slot zal dan vragen om de vinger op de sensor te leggen en zal vragen dit meerdere keren te herhalen. Hierna zal het slot zeggen, input succesvol, je vingerafdruk werkt nu. De functie remote is voor een afstandsbediening, deze verkopen wij niet. Bij Reminder kun je meldingen instellen. Voor deze functies heeft u een Fleent Gateway nodig. Het slot dient verbonden te zijn met wifi. De eerste optie is het instellen voor meldingen voor het openen van de deur door familieleden.
De tweede optie kun je meldingen instellen voor het aantal dagen dat het slot niet is geopend. De derde optie is een melding voor geforceerd openen. Het is mogelijk een vingerafdruk toe te voegen met forced openen. Dit kan bijvoorbeeld je pink zijn, indien je deze vinger dan gebruikt zullen de andere gebruikers een melding via de app krijgen en weten ze dat iemand gedwongen wordt om de deur te openen. De vierde optie is een melding voor lage batterijpercentage. Je zult bij 20, 10 en 5% een melding krijgen via de app. Een geautoriseerde gebruiker werkt net als een e-key. Het verschil is dat bij een e-key alleen toegang wordt verleend voor openingsmethode. Een geautoriseerde gebruiker kan ook alle andere instellingen gebruiken. Ook hier kun je weer kiezen voor een getimede of permanente geautoriseerde gebruiker. Hier staat ook de optie om in te schakelen dat de geautoriseerde gebruiker alleen de zelf aangemaakte openingsmethodes kan aanpassen. Hij kan dus bijvoorbeeld niet codes verwijderen die een andere geautoriseerde gebruiker heeft aangemaakt. Kies weer een ontvanger en klik op stuur. Deze persoon zal een sms of e-mail krijgen met inloggegevens. In de records kun je precies zien welke openingsmethode gebruikt is en door wie deze gebruikt is. Ook is het mogelijk om deze informatie te exporteren. Bij instellingen zijn er nog een aantal opties die gebruikt kunnen worden met de smart locks van Flint. Bij de basis kun je informatie zien over de smart lock. Ook is het mogelijk hier draadloze keypads of deursensor toe te voegen. Deze kunnen dan in combinatie met het slot gebruikt worden. De optie ontgrendelen op afstand is van belang als u gebruik maakt van een Flint Gateway. Door aan te zetten is het mogelijk het slot te openen via de app op afstand. Er komt dan een kleine cirkel op het homescherm onder het grote slot. In deze cirkel staat een slot en een wifi-signaal. Dit is voor het ontgrendelen op afstand. Autoslot is voor het instellen van de tijd dat het slot automatisch weer op slot gaat. Indien deze optie niet aanstaat, zal het slot open blijven naar ontgrendelen. De passagemodus is voor het instellen van een tijdperiode dat het slot ontgrendeld is. Bij deze instelling kun je kiezen voor een gewenste periode dat het slot ontgrendeld is. Denk aan bijvoorbeeld op werkdagen van 9 tot 5. Personeel kan dan naar binnen zonder een toegangsmethode te gebruiken. Buiten de ingestelde periode zal dan wel een toegangscode vereist zijn. Ook is het mogelijk het geluid van het slot aan of uit te zetten. Daarnaast het volume in te stellen. De reset-button kan ook aan of uitgezet worden. Indien deze uitstaat, kan de reset-button achter op de smart lock niet meer het slot resetten. Indien u gebruik maakt van meerdere sloten, is het mogelijk om het gegevens van een ander slot te importen of te uploaden naar andere sloten. Zo hoef je niet alles opnieuw in te stellen. In de instelling kun je ook checken of er updates zijn voor de smart lock door te klikken op firmware update. Dit was de uitlegvideo over de app. Als er nog vragen zijn, kunt je via onze website flint.nl contact met ons opnemen. Bedankt voor het kijken. We hopen dat alles nu wat duidelijker is.